gezellige club met leuke voetballers. En met heel veel plezier waren wij altijd hier aanwezig bij de club. Ja, ik kom uit de streek. Geboren Varsseveld. Ik ging naar de lagere school in Doetinchem op school. En ik weet nog dat ik dan altijd... Er waren twee routes terug. Of je kon de rechte route nemen of je kon via Gaanderen te Borg weer terug fietsen naar Varsseveld. En ik weet altijd nog dat ik, niet elke dag, maar een aantal malen zo via de omroute ging om even te kijken, staand op mijn trappers, hoe het veldje eruit zag bij de Op de Vijverberg. Nou, dat vond ik prachtig. Dus ik had als jongetje van 13, ja, heb je al een illusie. Als ik daar ooit zou kunnen spelen, zou fantastisch zijn. Ik heb vanaf dag 1 tot de laatste dag, dus 3 jaar, altijd met volle ambitie kunnen werken. Ik kreeg alle medewerking. Ik heb veel kunnen veranderen. Heel nieuw team op kunnen bouwen. Ik haal 8 nieuwe spelers. 8 van de 11. En het paste geweldig. We hadden een geweldige sfeer in de ploeg. Supporters die stonden als een, ja, als één blok achter. Wat was dat een mooie tijd, zeg. De Achterhoek begin jaren 70. Lekker op de Norton op de BSA, een beetje bier drinken en genieten van alle mooie dingen in het leven. 1973, het jaar van Angie van de Stones en Radar Love, maar ook het jaar dat de Graafschap voor het eerst promoveerde naar de Eredivisie. Mijn naam is de Vries. Makkers. Hey. Willem. Dag. Hoi. Chris. Hey. Blij dat ik je zie, jongen. En leuk dat ik jullie ook weer zie. Dat is geweldig, hè? Hey. Dat is mooi. Dat is Dick Schoenhagen, René Hering, Roel Zeijen, Paul Kool, Kero Hagelekker. Oh, ja. Hier, Chris. Goedendag, jongen. Doet ik hem zo goed. Heel. Dank je. Hey, jongen. Goedemiddag. Hoi. Alles goed? Ja, prima. Die derde goal die gelijk maakt, die Feyenoord. Ja, die wil ik daar op het veld nog een keer voordoen. Maar Sneijder is er niet, dus ik had een bal, jongen. Heb je niet uitgenodigd? Ik ga maar met me hier. En de achterlijn dingen Sneijder, die kwam in tussen de benen. Hij trekt hem terug, jongen, gelijk naar rechts, boven in de kruis. Nou. Chris, de hele dag, beschikbaar. Oude Vitesse man. Ook? Huh? Nee, van de Graafschap hoor. Wie, jij? Ja, natuurlijk. Ik heb mijn hele leven staat in het teken van de Graafschap, blauw-wit. Drinken we gewoon, man. Hij liegt dat hij prachtig was. André van der Lee, Henk. Dag Frank. Oh, dag Henk. Hey. Hoe is het, jongen? Prima. Henk, ik zit net tegen hem vertellen. Ik heb hem eruit gehoord en jou genomen. Voor de Eredivisie. Wat een ruil was dat, Henk. Jongen. Hey Willem. Goed? Hey Theo. Hey Guusje. Hey, goed? Ja, hey. Prima. Kapitje. Koepen. Guusje. Kom op. Het gebit nog. Hey Harry. Trainer. Keeper. Dat is goed. Niks veranderd, hè? Nee, en ik weet het nog, hè. Hij was mijn voetballer bij Sparta. In de B. En ik miste. Rechter spits. Hij was rechter spits. Snel. Geweldig goed, snel, voorzet. En ik kom een wedstrijd en ik heb geen keeper. En ik wist dat hij turnen deed. Dat was heel lenig. Harry in de goal. En er nooit meer uit, hè? Nooit meer uit geweest. Ja, later, Nederlands jeugdteam. Guus Hidding, die zet ik in de middencirkel. Koen Paulus en Chris achter hem. Al Guus ging geen bal ophalen. Nee. Lemmers schieten. Lemmers schieten. Paas. Ja, het was een gek, zot idee van mezelf om een club uit te zoeken een keer waar ik echt iets van de grond af iets kon opbouwen. De Graafschap had ik al gespeeld met DFC, mijn vorige club. En het beviel me daar zo, dat stadionnetje, de toeschouwers die met de klompen tegen die zinken tribune aanstampten. Ik vond het een leuke club, dus ik heb toen de stoute schoen aangetrokken om te zeggen, ik wil de Graafschap gaan doen. Dat heb ik op gevoel gedaan. Mijn vrouw zei me helemaal gek, want ik kon eigenlijk naar vele andere clubs toe. Maar ik had een gevoel, bij de Graafschap kan ik mijn ei kwijt. Mijn ergste periode was, want ik had toegezegd bij de Graafschap,
mijn woord gegeven. En daarna kwam Sparta. En Sparta was natuurlijk ook een van mijn lievelingsclubs. Maar daar had ik al 7 jaar getraind als jeugdtrainer en als veldtrainer. En die kwamen toen en die speelden Europa Cup. En ik weet nog goed op een avond dat ik in de half donker op die molshopen, zodat mijn nek brak met die jongens, speelde Sparta die avond een geweldige Europa Cup wedstrijd. Nou, toen heb ik wel eventjes staan stampen. Maar ik heb nooit en ten nimmer spijt gehad dat ik de Graafschap heb gedaan. Piet de Visser haalde maar liefst 8 nieuwe spelers. Maar zocht nog een middenvelder die iets extra's kon brengen. En toen ineens kwam iemand op het idee, ja, maar Guus, man van de Achterhoek, speelt in PSV 2. Ja, ik zeg, nou oké, hier is mijn tientje. Ik leg het tientje neer. Als jullie allemaal een tientje neerleggen, kunnen we misschien Guus gaan halen. En de club van 100 bij de Graafschap, geweldige club die de club steunde financieel, die zette overal melkbussen neer. En de melkbussen die stroomden vol met tientjes voor Guus. Ja. We hebben eerst Guus natuurlijk gebeld of hij dat wilde. En Guus stond erachter. Ik zei, jij wordt de patroon bij de Graafschap. Dat is jouw club. Maar Ben van Gelder moest het regelen. En Ben was akkoord met een bepaalde leuke prijs. Maar die prijs, dat geld hadden wij niet. En dat hebben de mensen met tientjes voor Guus opgebracht. De verantwoordelijke destijds, Piet de Visser met zijn bestuur, Sommerland, al die mensen die hebben zo'n actie op touw gezet. Want het was natuurlijk niet genoeg geld om de transfer weer te betalen. Toen hebben ze gezegd van joh, mensen doen een tientje in de melkbus en dan kunnen we de transfersom gaan betalen. Ik heb wel eens, ook in die tijd, ook slechte wedstrijden gespeeld. En dan kreeg ik wel van de tribune te horen van hé, hey, Hiddink, tientje terug. Weet je? Ik heb ook gezegd, Guus, kom mijn tientje terug. Ja, alsof ik het tientje zelf in de zakje stopte. Maar dat was voor de transfer, maar dat vond ik altijd wel leuk. Hey, tientje terug als het even mislukt op het veld. Als de tientjes niet gekomen waren, waren ook andere sponsors niet bijgesprongen. Piet was aan het werk hier en dat is natuurlijk een ambitieuze man. En nog steeds. En die wilde wat op gaan bouwen bij de Graafschap. En die wist dat ik bij PSV wel speelde, niet speelde, vaker niet, dan weer wel. Dus die zat nadenken gegaan en ja, die heeft mij eigenlijk teruggehaald. En is het team gaan opbouwen. Hij wilde in zijn ambitie, in deze regio een eredivisieclub maken. Het was een wisselvallig seizoen. Zo gingen we uit bij Wageningen met 4-0 de Bietenbrug op. Dat is niet mogelijk. Hebben wij 4-0 in mijn periode verloren, dat heb ik vergeten. Heb ik het zelf al opgeschreven. Ik heb alles op het boek. Hè. Alle boeken heb ik hier. Dat heb niemand nooit mogen zien. Jij mag voor het eerst in mijn boeken kijken. Zat ik op de bank of was ik geblesseerd? Ik kan het niet vinden. Ik geloof er geen bars van. Misschien de tweede. Ja, het is de hele. Het is eerst seizoen misschien gebeurd. Hier. Verdomd. Hé, hey. Ja, daar heb ik wel commentaar bij geschreven. Zeg, hey. Daar heb ik hier geschreven. Goed eerst helft zijn gelijkwaardig, spelen tactisch goed met snelle counters, uitgesloten middenveld. Oh. Afwerken en doorzetten van spits is echter onder de maat. Na 1-0 achterstand vallen we onstuimig aan, maar de goals vallen door misverstanden aan onze kant. Nederlaag geflatteerd. Maar we komen toch duidelijk kracht en vooral karakter tekort in deze wedstrijd. Zegt toch ook nog, de scheidsrechter Hoppenbrouwer had goed gefloten. Wimpje Meijers verdedigt niet mee. Wim was een beetje nerveus in deze wedstrijd, speelde tegen zijn oude club. Altijd wedstrijdspanning. Altijd al vroeg ermee bezig, als ik opstond. En ja, in het veld is het gelijk weg. En dan komt Wageningen weer aan het spel.
Ja, scoort hij, Hazelhekken. Wel een goede goal. Maar zelf in deze wedstrijd waren we eigenlijk voetbaltechnisch zeker zo goed. Ja, dat zie je maar, ja. Typisch loopje, normaal is. Ik speel op de rechterkant. Ja. Oeh, laat mijn gat vallen in de verdediging. Er komt weer een doelpunt. Harry Oosterhout laat de bal los. Harry, wat gebeurt daar? En weer één. Hup, 2-0. Kun je hem nou niet uitzetten? Nou, zeg maar uit, dat was mooi geweest. 2-0 al. Weer een voorzet van Wageningen. Harry weer fout. Ja, Harry, die eigenlijk het hele jaar geen fouten maakte, zie ik hier twee fouten maken. En Harry was eigenlijk een hele goede keeper. Maar ik weet nog goed, volgens mij is dat een goede les geweest. Want een serie wedstrijd daarna gingen we weer de winst in. En dat was ook wel de karakter en ook mijn mentaliteit. Dat ik ook na verlies echt weer op de jongens in kon praten. Felle training kon geven en kopjes bij elkaar. En ja, staat er duidelijk hoor. Wageningen, Raadstad 4-0. Nou, en de cijfers van mijn ploeg waren niet best. Harry Oosterhout een 5. Chris de Vries 6. Zaaier 6. Londen 6. Koen Paulus 6. Veerman 5. De Blauw 5. Dijkers 5. Van der Leij 5. Meijers 5. En dat waren anders altijd 7, 8. Het waren de jaren van vrijheid, blijheid. Zeker toen Guus Hiddink samen met Sietseveen in een appartementje ging wonen. Ja, nee, helemaal niks veranderd. Het is er achteraan, één hoog links, waar we toen wonen. Guus Hiddink en ik en later Johnny Beun nog. We speelden hier wel eens partijtjes, tegen een partijtje voetbal tegen de jongetjes uit de buurt. Maar het is goed onderhouden hoor, op dit moment. Ik had niet gedacht dat dit nog zo goed in goede staat was. Dit is zo mooi. En weet je wat mooi is? Het is één hoog. We hadden zelfs een balkonnetje, herinner ik nog. Daar konden we op het balkonnetje zitten. Nou, aan de onderhoud en afwassen, daar deden we niet aan. Dat was niet weggelegd voor ons. En als onze toenmalige vriendinnen dan op bezoek kwamen, dan deden die de afwas wel. Dit werd toch wel naar 45 jaar toch een beetje emotie weer op als je hier naar kijkt. De jongens reden rond de kerk met een kruidler en ik had een rap rockie, ja. Ja, dan scheurde je wel eens door de Achterhoekse dreven, dat klopt, ja. Ik weet niet of ze open durven te nemen. Dag mevrouw. Hallo. Wij waren de eerste bewoners hier. En wij speelden toen bij de Graafschap en Guus Hiddink en ik woonden hier. Als eerste bewoner en ik ben zo brutaal geweest even aan te bellen, maar omdat ik mijn oude kamer nog wel even wilde zien. Hè? Het ziet er allemaal goed uit. Het zag er beter uit en goed onderhouden. Beter dan in die tijd van ons. Dat is helemaal opgeknapt. God, wat geweldig. Dit was mijn kamer, dus met een balkon. Jee, nee. Ik had altijd een kleinere kamer in mijn gedachten. Kijk, je zit als maatjes zit je bij elkaar. En uiteraard verwateren vriendschappen. Maar met Sietseveen, zeker ook in de latere tijd, is het weer verstevigd. Ja. Jeetje, nee, wat ziet dat er mooi uit. Het is allemaal veel groter dan gedacht heb. En daarachter dat was de kamer van Guus. Het is nu een keuken geworden, zie ik. Ja. Ja, en waar een keuken hadden we hier tussendoor ergens nog. Ja. Guus had een landelijk uitzicht en ik had een balkon. Ja.
kampeerders op een terrein bij Doetinchem. Er is niks bijzonders aan dat terrein. Maar het zijn wel bijzondere kampeerders. Want het zijn allemaal leden van een Harley-Davidson-club. Zoals die tegenwoordig in vele landen bestaan. Met hun zware en kostbare twee cilinders van 1200 cc namen ze onder andere deel aan een soort behendigheidswedstrijden dat je van deze motorduivels nauwelijks zou verwachten. De spelers van de Graafschap hadden allemaal een bijbaantje. Guus was niet alleen voetballer en levensgenieter, maar ook gymleraar op de Beatrixschool. Daar kreeg hij de schrik van zijn leven. Ik weet de naam nog, Johnny Epskamp. Sommige dingen zitten vast, hè, die blijven ook vastzitten. Epskamp, rood haar, krulletjes, dus heel temperamentvol, heel giftig. Incidentje dat gebeurt in die temperamentvolle, emotionele klasse. Die stuur ik op een gegeven moment, ik zei, joh, wegwezen. Hij weg. En hij komt, nou, binnen 2 minuten komt hij terug met zo'n mes. Ik denk, god, wat gaat hier gebeuren? Hij zegt, ik stek hoe de banden lek van de auto. Ik denk, oh, daar zit mijn vlucht. Ik zeg, mijn auto staat niet hier binnen, die staat een parkeerplaats, moet je daarheen? Hij weg, ik denk, oh god. Ja, maar goed, ik had hem in ieder geval uit die groep. En 10 minuten later komt hij terug. Hij zei, ach, meneer, ik heb toch maar niet gedaan. Ik heb even nagedacht, ik heb toch maar niet gedaan. Ik zei, oké, kom maar weer. Hou weer verder. Ja, zulke dingen, ja. Dat maakte ik destijds in dat onderwijs mee. Dat was heel, heel apart. Na de winter gaat het plotseling draaien. Onze mannen winnen een periodetitel en daarmee plaatst de Graafschap zich voor de nacompetitie. Die wordt in 1973 voor het eerst gespeeld. 4 ploegen uit en thuis tegen elkaar. De winnaar promoveert naar de Eredivisie. Het was iets heel nieuws. En ik had bedacht op een gegeven moment, ja, iets nieuws, daar moet ik ook iets nieuws voor bedenken. En ik ga de laatste wedstrijden van het seizoen, dat ik dacht, we kunnen niet meer kampioen worden, liet ik lopen. Ik ging die periode, 4 weken voor de na-competitie, ging een apart plan samenstellen om keihard eerst wat rust in te bouwen. Ik liet wedstrijden lopen en toen ging ik 3 weken keihard trainen, alleen op de na-competitie. Maar niemand wist wat dat was. En hij heeft ons afgebeuld op de kleine veldje hier naast de Vijverberg. Het leek wel een bokstraining die we kregen van touwtjes springen en medicijnballen omhoog stoten en dat soort dingen al. Dus hij bereidde ons wel voor op die na-competitie. En die na-competitie verzamelden we altijd, ik weet nog, in de speeltuin. En daar hadden we onze besprekingen. En er was een aparte sfeer daar. En we groeiden toe naar iets groots. Wij verliezen de eerste bij Volendam. Ik weet nog dat Harry van Oosterhout, de keeper, dat die bal tussen de benen door liet gaan. Daarna heeft hij zich uitstekend hersteld in die andere wedstrijden. Want we wonnen 1-0 van PEC. We wonnen bij Wageningen. Ik miste de eerste wedstrijd van de na-competitie tegen PEC Zwolle. Omdat ik de hele dag in de zon had gezeten, omdat ik de benen rood verbrand was. En toen kwam ik op het stadion en in de kleedkamer en ik kleedde me uit. En toen zegt de trainer, zegt, Henk, je speelt vandaag niet. Toen zeg ik, waarom? Ja, zeg, dan moet je maar eens kijken naar je benen. Hij zegt, je gaat dan niet in de zon zitten dat je samen spelen moet. Maar ik wist dat niet, hè. Een Achterhoeker, ik dacht, dat kan allemaal. Ik kwam hier niet voorbij, hè. En in de Achterhoek hadden we dus Koenders. Nou, die brak 2 keer Daan Schrijvers middenbeen, geloof ik. En Theo, die kwam helemaal niet voorbij. Roef Zaaien en Gerrit Mintjes. Ja, dat was snel. Die snelle jongen. Ja. En? Bevalt het hier? Ja, zeker. Zeker. Maar belangrijk is ook, en dat zullen jullie nu ook ervaren, dat teamgeest, teamspirit, met elkaar knokken, ja, dat kun je heel goed compenseren, hoor. Ja. Dit was van het elftal toen.
Alles wat je wilt weten over de Graafschap kun je hier binnen allemaal zien en lezen. Ja, was Wimke weer aan het vechten geweest? Ja, ja, ja. Oh ja, we moesten Wim weer wegsturen. Een tientje heb ik nooit voor jou gehad, weet je. Nee, dat heb ik niet meer teruggegeven. Een tientje heb ik nooit terug gehad voor jou. Dit is wel het originele ding wat ik ja. Ik heb nog contracten van jou daarin liggen. Maar je dan kan er maar op een half velletje. Oh nee, dubbel. Betekent nog niet. De fake de echte. Ja, dat is toch zo raar. Blijven niet hadden, man. Nee, ik heb het hier gezegd, niet te geloven, hè. Die zijn heet gewassen, hoor. Ja, ik had een gele en een groene. Ja, hij is heet gewassen. Ja, of je hebt zo'n strak lichaam uit. Ja, ook dat, ja. Hij is een kilo of 15 jaar gekomen. Iets complimenter. Ja, iets. Ja, hij is heet. Zat je met stropdas op de bank destijds, of niet? Nee. Trainingspak. Trainingspak. Het komt aan op de allerlaatste wedstrijd. Als de Graafschap uit bij PEC Zwolle wint, promoveren ze. En dus gaan er duizenden fans mee naar Zwolle. Heel Doetinchem liep leeg naar Zwolle toe. Maar we gingen er toch een beetje vanuit dat we zouden klaren. Oh, en het is nog gelukt ook nog. Midden op de reis van Doetinchem naar Zwolle ben ik ergens gaan zitten. Vlak bij een restaurant in de tuin. Waar alle supporters voorbij trokken. 8.000, 9.000. Alles wat voorbij trok van auto's en bussen, toeterend. Hè, want die zagen onze spelersbus staan. Dus dat was al een sfeertje op zich. En eigenlijk hadden we al geen wedstrijdbespreking meer nodig. Witte broek en blauwe trui, dat zijn de Graafschaplui. En ja, de jongens, we kregen een sfeer daar. En toen wij naar de wedstrijd, kon niet misgaan. Je moet dat pak aan doen. Ja, dat kan toch niet meer. Dat was smalle pijpjes. Dat was helemaal uit de mode. Vlekken op. Maar dat pak aangedaan. En ja, we hebben het niet door dat pak natuurlijk. Maar dat was toch een soort bijgeloof. Ook was het zo. In die periode had ik een hele grote Sint Bernard van 100 kilo. En die ging altijd mee naar de training. Die was er altijd bij thuiswedstrijden. Onoverwinnelijk. Ik zei, mevrouw, dat is ook door die Bernard. Bijgeloof. Maar die Bennett kon natuurlijk niet mee naar Zwolle. Mevrouw, grote stropdas met allemaal Sint-Bernards op. En de jongens hadden het ook door, hè. Die belden al op. Trainer, toch wel dat pak aan, hè. Ja, ik dat gekke pak aan. Ik liep voor schut. Het begin is niet goed. Zwolle komt op 1-0. En Piet de Visser grijpt naar een laatste redmiddel. Ja, het is misschien een beetje ondeugend om dat te zeggen. Kijk, de scheidsrechter die floot, die kende ik heel goed. En ik had hem wel eens gezien in Amsterdam, in een jolige bui, met een paar jolige dames. En ik rende het veld in. Ik zeg, als u nu niet een beetje rustig fluit, ook voor ons, dan ga ik wel een keer je vrouw bellen. Ja, onbeschoft natuurlijk. Eigenlijk onbeschoft. Het was een beetje, chantage. En daar schaam ik me eigenlijk wel voor. Het was wel belangrijk om die gelijkmaker te maken. Want als je dan ook in die tijd van voor de rust gelijk komt, dan heb je wat meer moed om naar de tweede helft te gaan. Er was een corner van, volgens mij, van André van der Leyen. En die werd weggewerkt en weer ingeschoten. En toen kwam hij voor mijn rechterbeen, mijn sterkste poot. En toen dropte ik hem erin. Dan is het natuurlijk hartstikke mooi dat de kleinste man in het veld koppend scoort. Nou, dat is grandioos natuurlijk. Iedereen is geconcentreerd op die corner van ons, maar ze letten niet op de kleintjes. Nou ja, dan moet je een beetje geluk hebben en dat had ik op dat moment. Maar ja, geluk dwing je af om je best te doen en te staan. En Wimke die gaf die bal bij de eerste paal en niemand let op mij. Ja, dan kop je hem maar in. Ja, dan is eigenlijk de bal gebroken. Guus bepaalt met een schitterende vrije trap de eindstand op 4-2. Yes! De Graafschap promoveert voor het eerst in de geschiedenis naar de Eredivisie. Bij mij persoonlijk was het zo dat ik in één keer één ruk naar de kleedkamer liep. Ja, waarom weet ik niet. De handel was gedaan, we zijn er. Blij. En om nou met de supporters te vieren, dat kwam niet eens in me op. Ik werd opgehaald uit de kleedkamer. Kom, het is feest. Champagne werd er gespoten. Pieter Visser werd in het zwembad gegooid met zijn kleren en al aan uiteraard. Dat was fantastisch.
De terugweg naar Doetinchem is één grote file. Ook in het centrum van de stad is het groot feest. Ja, dat was fantastisch, hè? Met al die bussen, de daken, ramen waren open, de daken waren, ze stonden bovenop het dak te springen en wij eruit kijken. Nou, toen kregen we die rondtrip. In die open koetsen en er werden dan worsten naar binnen gegooid. Het was niet zo dat we dat even aangereikt kregen. We kwamen langs de slagerij en die gooiden zo van die heerlijke worsten naar binnen. Ik had een vliegtuigje gehuurd met een slogan op het doek. Supporters gefeliciteerd, De Vries. Kost hem wel een vermogen, maar ja, hebben we voor de graafschap over. We hadden eigenlijk een feestavond onder ons. Maar op een gegeven moment was het niet te houden. Al het publiek kwam binnenstromen. En de deuren gingen open. Nou, het werd het één groot feest met alle supporters erbij. Die avond, maar ik was niet zo'n drinker. Ik was altijd meer echt een sportman. Niet roken, niet drinken. Maar toen heb ik wel een glaasje bier te veel gedronken. Vanmorgen was ik niet vooruit te branden. Ik denk toch mijn pakje aan doen. En naar Job toe. En de personal trainer. En een beetje training doen. Al is het maar even, hè. Even een slechte periode. Dat komt door mijn vele operaties. Heb ik, en veel verschillende ziektes. De bloed is niet goed. Ik heb dus 5 bypasses. Dus voor het hart. 2 zijn dichtgeslipt. Daar heb ik zware medicijnen voor. En ik heb natuurlijk kanker, zowel in de darmen als in de prostaat. En daar heb ik gelukkig geweldige dokters voor. Die helpen me er steeds doorheen. Met operaties, bestralingen. Momenteel hebben de medicijnen werken een beetje tegen elkaar. Heb ik nu al een maand lang een slecht gevoel. Dat mijn bloeddruk komt niet op peil. 'S Morgens stapt mijn bloeddruk, hoge druk 80, dat moet 120 zijn. En dan langzaamaan kom ik de dag een beetje op gang. Ik schaamde me laatst, want ik moest voor mijn hart dan de fietsproef doen. En altijd kon ik dat perfect. En dat lukte me niet, ik kon hem niet halen. Nee, dan moet je steeds per minuut gaat omhoog. En normaal kon ik dat altijd. En voor het eerst in mijn leven kon ik de fietsproef niet volbrengen in het ziekenhuis. Weet je wel op welke wattage je bent geëindigd of niet? Nou, onder mijn niveau. Okay. Dik. Dus dat was toch wel een klap, want dat is een enorme terugslag. Maar een half jaar terug of een jaar terug was dat nog prima. Dan kom je gewoon echt weer langzaam omhoog, dus niet te snel. Toen de Eredivisie, ja, met een mooi team. Ik denk een mix van technisch begaafde voetballers, maar ook een mix waar een basis van strijd in zat. Dus dat was een team wat zich toch een paar jaar gehandhaafd heeft in de Eredivisie. Iedereen zei nou, een prachtig elftal. En ik ging eens goed nadenken na de feestperiode. Kijk, ik was al een paar keer gepromoveerd, maar nooit gedegradeerd. Dus ik ben naar de voorzitter gestapt. Ik zeg, ja, we hebben een fantastisch elftal voor de Eerste Divisie om kampioen te worden of promotie te halen. Maar in de Eredivisie gaan we dat niet redden. We hebben krachttekort, we moeten meer uitbreiding hebben, we moeten een sterkere selectie. En toen heb ik moeilijke maatregelen moeten nemen om jongens waar ik zo van hield, Jaapje de Blauw, heb ik geruild voor Gerry de Jonge, die meer power had. En Gerry deed ook geweldig in de Eredivisie. Ik heb Gerry Dijkers voor Hoekema geruild. Want Gerry wilde graag naar PSV. Rijvers wilde hem hebben. En ik had het geluk dat Rijvers zag het niet zitten in Hoekema. Maar ik zag het wel in Hoekema zitten. Hoekema was ook een jongen naar mijn hart. Die deed voor mij alles. Rijvers wilde hem per se niet meer hebben bij PSV. Had dan nog 3 jaar contract. Veel clubs wilden hem hebben. En we waren net aan de deadline zo van de transferperiode. En met Rijvers had ik goed contact. Hij zegt, ga jij naar Ben van Gelder. Als jij
Dijkers naar PSV stuurt, krijg jij Hoekema. Maar ja, ik wist dat iedereen Hoekema wilde. Ik denk, ik moet hier bellen overal. Ja, Hoekema zit op vakantie. Wanneer komt hij terug? Met zijn familie. Ja, die en die dag komt hij over de grens. Ik was stond al bij de grens om op te halen. Hè. En toen heb ik hem gelijk meegenomen naar PSV. En gelijk de contracten getekend. Hoekema was de graad. Terwijl hij een veel betere aanbieding later kreeg van Utrecht. En dat was ook de slimmigheid die ik altijd wel in me had. Ik was aanvoerder. En ik denk wel dat, het, ja, dat ik wel mijn stempel kon drukken. Ik was ook niet, denk ik, de makkelijkste voor trainers altijd. Dan denk ik, soms achteraf denk je wel, oh, daar heb je te hard gespeeld. Of, nee, ik was niet altijd de meest makkelijke voor een trainer. Maar ik had wel de ambitie als jonge trainer. Ik zeg, Guus, ik breng je ook nog naar het Nederlands elftal. Maar dan moet je wel 's morgens komen trainen. Gaan we touwtje springen, want je bent een beetje log. Een beetje touwtje springen, een beetje extra voetenwerk doen. Guus zag dat niet zitten. Nee. Nee, maar hij was een geweldige captain, dus uiteindelijk heb ik gezegd, ga in die middencirkel staan, alle ballen naar Guus, en Guus gaf de passes. Guus, we waren twee eenheid, het was eigenlijk mijn trainer in het veld. Als er iets veranderd moest worden, dan gaf ik een seintje aan Guus. En Guus veranderde de zaak. Guus was tactisch zo sterk. En hij had ook overwicht op zijn spelers. Je voelt als een trainer wat toegeeft. Dan zijn er rotzakken in het team die daar gebruik van maken. En ik, af en toe deed ik dat ook, moet ik eerlijk zeggen. Het oude stadion nog van Den Haag. Zuiderpark. Maar is in Den Haag het veld op. Fanatiek publiek. Johnny Dus Baba. Op 12 augustus 1973 speelt de Graafschap de allereerste wedstrijd in de Eredivisie. Twee dagen voor die wedstrijd kreeg ik een zeer zware tandontsteking. Ik had zo'n kanus, ik kon niet praten, kon niks. Toen heeft mijn voorzitter me naar zijn tandarts, faculteit, stuurde me naar de tandarts. En die heeft dat eruit gesloopt met een hoop doping in mijn kop. Ja, Koentje Paulus hier, Guus Hiddink. Hij is Guus zelf van tackelen. Ja. Ja, ik had ze wel opgenaaid hoor, in die wedstrijd. Ik zei, eerst de klap is een daler waard. Als je dan gelijk een dikke nederlaag krijgt, dan krijg je het moeilijk. En daar hadden we alles op gezet om punten te halen. Het tempo was hoog voor die tijd. En je moet ook niet in te hoog tempo spelen als je geen techniek hebt. Ja, we spelen toch lekker mee hoor. Theo van Londen. Rustig, Theo. Juist. Speelt een breed op Koen Paulus. Ja, er wordt nog niet veel gejaagd op ons. Ja, nu wel. Goed begin. De verliest meentjes de bal. Oei. Oei. En kom alleen op de keeper. We hebben geluk dat De Haag op de paal schiet. Goed breed gemaakt, Harry Joosten. Heel goed. Vrij trap, Guus Hiddink. Ja, maar deze mag je niet meer laten zien. Dat slaat nergens op. Als iemand zo'n vrije trap neemt, dan denk ik wisselen. Oh. Corner. Gerrit de Jonge. Oh, dan zie ik mezelf, ja. Ja, ik zie het nog als een dag van gisteren. Maar we hadden ook een ploeg die compact kon spelen. Mooi, hè? Kijk, goede bal uit de verdediging. Meentjes, helaas overleden. Maar ook met Henk Koen, dat is een sterke man in de verdediging. Die kon verdedigen, maar die kon opkomen. Maar die had al eerder divisie gespeeld bij Go Ahead. En Oeke Hoekema was natuurlijk een gevaar in die aanval. En daar waren ze bang van bij Den Haag. Ja, we hadden een fantastisch voordeel. Paulus, goede sliding, man. Niks aan de hand. Henk Wering, scheids. Goed gedaan, kippertje, Harry. Leuk is dat, hè? Gerrit de Jonge op rechts. Trek hem terug. Hoekema. Net over ze. Maar daar heb ik de bal. Ja, ik maak hem. Ja. Oh, keeper hem speelt. Hier staat Tonti. Kijk eens. Mooi, hè? Ja, je kan hem ook missen, dus.
Meijer, Wimpje Meijer scoort. Ja, ja, maakt 1-1. Ja, klopt. Hij komt naar binnen toe en legt hem heel beheerst in het mandje. Mooie goal. Ja, ik vond het knap dat wij zo ons presenteerden gelijk al in de Eredivisie. Het is jammer dat er nou 1-1 wordt. Ja, daar komt hij. Ja, dan wordt het 1-1. Met de kopbal. Lochtenberg, geloof ik. Ja, Lochtenberg. Dat was eigenlijk jammer. We hadden lang 1-0 voor gestaan. Ik dacht dat het buitenspel was, de eerste aanname. Gerrit de Jonge. Ja, die liet ik ook vaak van rechts komen. En dan binnendoor, wat Robben nu doet, hè. Binnendoor Gerrit de Jonge komen met zijn linkse poot. En dan kon hij uithalen, hè. Maar dat is een geweldig schot, Gerrit. Ja, we deden echt volwaardig mee. Maar dat was ook vooral dat ik stand hield. Dat ik wilde versterking voor de Eredivisie. Kijk, hè. Ja. In eindjes, Henk. In eindjes. Hallo. Kijk. Luister nou eens. Wat ik wel kan. Ja. Oh, god. Dat jaar speelt de Graafschap misschien wel de meest spectaculaire wedstrijd ooit op de Vijverberg. 5-7 tegen Feyenoord. Het is ook een strijd tussen de krommen van Feyenoord en de krommen van Doetinchem. Ja, dat is door Maarten de Vos. Destijds van de tijd is dat begonnen, zeg maar. Om mij die naam te geven, dat kwam eigenlijk een afleiding van Willem van Aanigen. Hij vond dat wij een beetje een parallelle speelstijl hadden. Waarbij Willem natuurlijk een klasje groter was. Maar hij vond, Maarten de Vos, hij vond dat wij wat parallelle speelstijl hadden. God, dat vond ik leuk. Je kunt wel zeggen, doe maar niks. Nee, dat vond ik leuk dat die vergelijking gemaakt werd, ja. Met Van Hanegem, Haziel, grote jongens, grote namen, kwamen we op de Vijverberg en... Ik weet me nog te herinneren dat we, ik geloof in 20 minuten tijd, al met 3-0 achter stonden. We werden van de mat gespeeld. Ik word wel eens wakker en dan zit ik nog in die wedstrijd. En ik heb toch wel wat andere wedstrijden meegemaakt, Europees ook, met RWDM in de halve finale Europa Cup. Maar dit staat me toch altijd bij. Ja, Feyenoord kon heel goed voetballen. Dat team kon heel goed voetballen. Dat had ook een mix van kracht, maar ook van intelligentie. Dat Feyenoord-team, daar was toen ook een Nederlands elftal bijna. Nou, toen werd de mouwen even weer op zijn Achterhoeks dran even opgestroopt. Met de Russen was het 4-3, dus ze kwamen met 3-0 achter. En iedere bal een goal ging erin. Zowel bij Treitel als bij mij. En op een gegeven moment maakten we 3-1 en toen ging het eigenlijk vanzelf lopen. Hè? We putten zelf veel meer moed eruit. De tegenstander die kroop wat terug. En ja, voordat we het wisten was het met rust 4-3. En nog steeds, iedere dag weer, moet Henk Overgoor uitleggen hoe het kwam dat hij bijna stikte. Kappertje werd gered door Guus. Nou, toen kreeg ik de bal op links. Ik was linker verdediger en Wimke Meijers was linksbuiten. Nou, ik speelde Wimke aan en Wim die ging langs de lijn. En toen speelde ik Dick Snijder in de 16 uit, de bal tussen de benen. En ik kwam op en hij trok die bal terug. En ik nam hem in één keer op de schoen op en boven in de kruising bij Treitel. Nou, dat was het 3-3. Nou, en door die emotie en springen had ik kauwgom in mijn mond. En Feyenoord had al afgetrapt en dus ik was... Henk Weerie was rechts buiten en ik linksbek.
Maar doordat ik sprong, kreeg ik mijn kogel in mijn keel. En Guus Hiddink zag dat. Die ging naar Weri, schoppen die Weri met de bal ondersteboven. En schuist de curve die fluit. En toen liep hij naar mij. Toen sloeg hij me op de rug. Maar door die klappen schoot mijn prothese. Want ik had al een gebit. Schoot me uit de mond met de kogel. En toen dachten alle mensen dat het gebit was. Maar het gebit was niet kapot. Ja, maar ik zag hem helemaal rood aanlopen op de grond. Want de aftrap was weer gedaan door Feyenoord. En ik denk, ja, dat moet gestopt worden, het spel. Want dat was paniek. En dus toen weet ik nou dat ik, om het spel te stoppen, heb ik Henk Weri een doodschop gegeven. Zodat scheidsrechter af moest fluiten. En daarna konden de verzorgers konden erbij komen. Ja. Nou, als Guus niet bij was gekomen, dan denk ik dat gestikt was. Maar Henk was de tweede helft toch wel wat van slag. Daardoor. Maar ja, 4-3 ga je kleedkamer in. Jongens, we maken er 7-3 van. Dat is een beetje overmoedig. En Curve was natuurlijk ook een uitgekookte trainer. Wat deed hij? Wij wilden als het ware gelijk doorgaan. Dus wij stonden er 10 minuten weer op het veld. En Curve, die liet ze binnen. Niet een kwartier, die hield ze bijna 20 minuten binnen. Eigenlijk had er geen rust moeten zijn. Dan hadden we wellicht die wedstrijd nog door het vuur kunnen slepen. Het werd natuurlijk een beetje ook eentonig, omdat de tegenstander was gewoon sterker. En op een of andere manier gaat dan ook een beetje de lucht uit de pijp. Die worden ook boos en die zeggen, wacht dan even de boertjes nu even aanpakken. Iedereen weet tot aan de rust dat de stand 4-3 was. Maar daarna het verloop, naar 7-5, dat weten ze niet meer. Harry Oosterhout, de keeper, sterke reddingen. Echter had slechte voorzet en slechte tweede corner. 6. Een 6? Aardig. Van Londen, heel goede wedstrijd. Een 7, agressief en ook nog uit de verdediging goed stuwen. Nou, dan heb ik het nog beter gedaan dan ik aanvankelijk dacht. De rust brengt ons op. Feyenoord herstelt zich door te lange rustpauze in te brengen. We kunnen niet meer hetzelfde inzetten als voor de rust. We kunnen moeilijk een voorsprong verdedigen, maken te veel fouten. Al met al een spektakel. Als ik me niet vergis, is er een reunie van oudspelers van de Graafschap vandaag die in 1973 hier tegen Feyenoord speelden. De wedstrijd die eindigde na een 3-0 voorsprong voor Feyenoord in 5-7. Jawel, je krijgt altijd mogelijkheden tegen die clubs. Strauma was meegelopen, Wil ook met een beetje gelukje, Vermeer met een hele goede reactie en dan wordt die bal in eigen doel gewerkt. Staat de Graafschap op voorsprong. En hebben ze wat ze willen. Hij voor Beek als laatste. Hoekschop van Gustafsson. Die de bal nog een keer terugkrijgt. Nu van Elia. Ja! 1-1. Ja? Ja. Willy Kramer. Kort naar de rust. Kramer. Vilena, en kijk eens hoe vrij Elia. En dan gaat hij erin ook omdat Jurrius een totaal verkeerde keuze maakt. Bal komt recht op hem af, maar dan denkt hij hem weg te kunnen trappen. Wat denkt hij eigenlijk, Jurrius? Die moet die bal natuurlijk gewoon pakken. Ja, mooi bal. Ja. Wimke Meijers was ook zo'n bijzondere. De kleine, snelle vleugelspits heeft nog steeds een speciale band met zijn trainer van toen. En Wimpje Meijers heb ik zelf bij 3 clubs gehaald. Ik zag hem voor het eerst dat ik bij DFC trainer was, was hij bij Wageningen. En toen zei ik al, als ik naar de Graafschap ga, dan ga ik 1 ding eerst doen, Wimpje Meijers naar de Graafschap halen. Is hem ook gelukt. En daar heb ik altijd een sterke band mee gehad. En Wimpje was wel een aparte jongen.
aparte voetballer ook. Dat was mijn tweede vader. Ik was 22 hè, toen ik bij de Graafschap kwam. En ja, ik kwam op eigen benen te staan. Hè, dus ik kwam in Doetinchem te wonen. Ja, en daar ben ik toch wel echt meer gevormd en meer volwassener geworden. En daarom, hè, deze man vergeet ik mijn hele leven niet. Altijd contact blijven houden, tot ik ineens na jarenlang een zeer droevig artikel las in Voetbal International. Dat hij helemaal aan de grond zat, dat hij ja, gescheiden was, gebrouilleerd met de familie, zat in een kloostertje opgesloten, had niets meer, had schulden omdat hij, zijn huishuur niet betaald had. Nou, het was een droevig verhaal. Ja, toen heb ik een beetje een vervelende periode gehad ook. En dat leed natuurlijk al een jaar of zeven achter me. En ja, toen ben ik dus weer teruggegaan naar Nijmegen. En ja, goed, ik ben dus ook geholpen door verschillende vrienden uit de voetballerij. Ja, of je, als je af en toe ziet elkaar nog wel, dan praat je van hoe gaat het links en rechts. Ja, dan komen er wel eens... Er komen wel dingen naar voren waar je wat een helpend handje kan bieden. Dat heb ik met een paar mensen gedaan. Ja, toen heb ik gelijk initiatief genomen. De man die hem wilde helpen, gebeld in Nijmegen. Wat gebeurt? Ja, hij zei, Wim moet weg uit het klooster, want dat wordt afgebroken. Had dan een kamertje van 3x3 en had niks. Ja, dat vond ik zo triest. Nou, met Pieter Visser hebben we wel eens, daar praten we wel eens en dan komen er... De mooie dingen naar voren komen ook wel eens dingen van, goh, waar kunnen we nog even wat doen? En ja, dat is ook allemaal niet zo belangrijk van onze kant. En dan ga je kijken of je wat kunt helpen, dat hebben we gedaan. En we hebben hem toen eerst de plaats uit het klooster kunnen halen in een appartementje, weer zijn schulden af kunnen lossen. En we hebben een paar mensen als Guus, ook chef van Goos, zijn vriend uit Nijmegen. We hebben daar echt hem weer een beetje op het paard kunnen zetten. Nou ja, ik vind dat vrij normaal. Dat gebeurt wel vaker, alleen ja, dat hoeft ook niet allemaal. Ja, ik ben ook een beetje terughoudend. Het hoeft niet allemaal op camera. Ik heb doorgezet. Vechten zit in me. Ik heb steun gehad, hè, met wat mensen. En ja, daardoor is het goed gekomen. Ik denk als je naar dat team gaat, hier staat ook Gerrit Mintjes. Kijk, hier staat Gerrit Mintjes ook. Nou, de man is helaas een paar jaar geleden overleden. Nou ja, dan zijn alle jongens van dat team, die zijn daar ook op de crematie. Dus dat was wel een apart team in dat opzicht, ja. Dat seizoen zorgen de superboeren voor nog een geweldige sensatie. Ajax met alle grote namen ging de ran op de Vijverberg. Krol. Weggehaald. Meijers. Wordt van achteren gepakt en gaat dan een beetje vechten met Neeskens. Neeskens die hem een forse duw geeft. En die nu de gele kaart krijgt. Ja, de gele kaart voor Neeskens. Haan, scherp in de diepte gespeeld. Steffenhagen, goed gedaan van Steffenhagen. Keizer en Mulder, dat ziet er gevaarlijk uit. Keizer van Oosterhout uit zijn goal. Twee man plat, waaronder ja, allebei van de Ajax. Plus nog een Graafschapper. Begin van de tweede helft, de Graafschap Ajax. Hiddink. Veen. Hiddink. Veen. En dan een paas van Hiddink, de spelmaker bij de Graafschap, naar Wim Meijers. Meijers die de eerste corner voor de Graafschap nu forceert. Hoekema van links met de rechtervoet genomen. Stuyen, die laat hem weer los. Sietseveen. Koenders. Hoekema. Daar is de voorzet opnieuw gemist door een Ajax-speler. Krol. Verspeelt de bal. Neeskens. Verschot Neeskens van richting veranderd. Schiet naar de van Oosterhout.
Een vers schot van Neeskens van een meter of 25. Van Oosterhout zweefde naar de goede hoek. Toen werd de bal van richting veranderd. En toen moest hij zich corrigeren. En dat deed hij zeer atletisch. En Neeskens die snel doorgaat. Neeskens die nu een scoringskans krijgt. Voorlangs. Ajax gaat massaal naar voren nu. En dat kan ze wel eens doodlottig worden, want Sietseveen kan dat doorgaan op die verre uittrap. Maar krijgt de bal dan toch niet goed onder controle. Hulp van Wim Meijers, gevolg hoekschop. 12e minuut, tweede helft, corner van Hoeken. Nee, wat een misverstand. Kijkt u naar de herhaling, een corner van Oekie Hoekema. Die zette van links de bal nemend met de rechtervoet voor. En de bal ging toen heel krom langs de voorste paal. En daar stonden wel een paar Ajax-spelers, maar die hadden het allemaal ook niet zo goed in de gaten. Zodat die bal miraculeus tussen de palen terecht kwam. 1-0 voor de Graafschap, 13e minuut, tweede helft. Geweldig. Mooi die beelden, hè? Ik was zo onder de indruk dat ik heb geen commentaar geschreven. Ik heb geen... ik heb allemaal 8-7-7, 8-8-7. Niemand heeft hier een onvoldoende. Veel clubs zijn gesneuveld op de Vijverberg. Dus ook het grote Ajax in die tijd. We stonden toen 13e. En met die 2 punten kwamen we op 24 punten. En dat was geweldig. Ik zeg oeh! En wat wij deden in die tijd? Wacht, een beetje pielen aan een nummer over een motor of zo. Ik zeg ah! Ik zei het al, het waren mooie tijden in de Achterhoek. Ah! Ik zeg oeh! Er zat er met verhalen en ook met reunies. Het was steeds mooier en er zijn steeds minder fouten gemaakt en we hebben nooit slecht gespeeld. Ja, Pieter Visser, dat was toen al voetbal, 24 uur per dag. Ja, blue is my color. Blauw is de kleur. En dan zingen we even van witte broek en blauwe trui, dat zijn de Graafschaplui. Nee, nu je het zegt, dat was toen al de cup met de grote oren, hè? Zie je dat? Dat was toen al, die hadden we al snel binnen, die Champions League cup. Ja, er zijn ook gangmakers in mijn ploeg. Wimpje Meijers, maar Chris de Vries ook, hè. Ja, met Strieker, ik weet het nog wel. Ze zei, Chris, we gaan een stunt doen. Waren we bij elkaar. Chris, uitkleden Chris. Stond Chris achteraan. En iedereen deed mee. En Chris duwde iedereen naakt de toneel op bij spreken. En Chris bleef achteraan. We waren met z'n vijven. Waaronder Koen Paulus dan. En Harry van Oosterhout. Guus Hiddink. De jongen. En op een gegeven moment was de bestuurskamer waren ze aan het vergaderen. Dus ze zei van, nou, daar moet ook eens een beetje de bezem door, er moet een beetje humor in komen. Nou, een paar biertjes op van, of je houdt je stropdas om of je sokken aan. En dan gaan we eens even een rondje maken door de bestuurskamer. Dus wij in de Naki, dus aankloppen, er zei iemand ja en wij, deden we een rondje. En Piet de Visser werd helemaal gek. Godverdomme, een zakenman, een onderwijzer, nog een onderwijzer, nog een zakenman, eruit. Kijk, als trainer... kan je dan ingrijpen en zeggen, dat is klote, dat kan niet. Maar ik vond het wel mooi hoor. Ik vond het wel mooi dat die dingen gebeurden. Nou, liet ze ook vrij. Maar toen kwamen we terug. Dat de treinknecht, bleek later, had onze kleding meegenomen. We waren pas 's nachts om 2-3 uur thuis. En wie gaat doen?